Ik verwacht dat een hele hoop dingen die we vandaag gezien hebben in verschillende vormen op de markt zullen komen. Ik weet niet of het precies hetzelfde is, maar ik denk dat we oplossingen voor plastic soep gaan zien met verschillende soorten van bootjes die het weg gaan halen. Ik denk dat we oplossingen gaan zien om luchtkwaliteit in Amsterdam beter te maken. En zelf hoop ik ook een beetje op die douche waar die radio en die televisie in zit om douchen nog prettiger te maken. Ik zou als stad het heel leuk vinden als we een van de ideeën die over de plastic soep gingen. Van de bootjes die gemaakt worden, et cetera. Als we die kunnen gaan gebruiken, niet alleen maar op de zee, waar die grote plastic soep is, maar als we die ook in de grachten zouden kunnen gebruiken. Want Amsterdam heeft heel veel grachten en in die grachten zit ook plastic, wat ook echt een probleem is. En ik denk dat als we de ideeën een heel klein beetje fine-tunen, een klein beetje aanpassen, dat we dat in Amsterdam zouden voor zo'n idee heel goed zouden kunnen gebruiken. Ik vond het leuke ervan dat we, zijn Nederland al, het gaat niet goed, moeten we iets aan doen, et cetera. Maar dat iedereen vol energie met oplossingen voor bestaande problemen in de weer was. En duurzaamheid, recycling, de plastic soep, luchtkwaliteit. En eigenlijk niemand zei, nou ja, dit is een probleem. Iedereen, nee, dit is een probleem, daar gaan wij een oplossing voor maken. En daar krijg ik wel heel veel energie van.